Het enige is dat je erop moet letten dat het niet allemaal met elkaar opgeteld veel te veel wordt. Want dat weet ik, het grootste gevaar van ijzer is dat je er te veel van kan innemen. En dat is heel slecht voor je leven. Dat moet ook nog. Hello, this is Marijn Frank. I'm calling from the Netherlands. Oh, hello. Hello. I have a question. I heard that in Denmark, the Kellogg's Special K and other cornflakes are forbidden. Is that right? It's not allowed to sell them, so they are not legal. If it's illegal in Denmark, I think it's a bit weird that in Holland we can just get all these products and eat as much of it as we want. Yes, and I think Denmark and Holland could be compared quite well. Mm-hmm. Living standards and eating habits. So there would be a good reason to suspect that the Dutch would risk exceeding some of the other levels for iron. Because I did read something on the internet about that. Mm. The Danes said the manufacturer wanted to include toxic doses which, if eaten regularly, could damage children's livers and kidneys and harm fetuses in pregnant women. Well, there you have it, man. So that is correct. Yes. Wat is nou voor je lichaam zeg maar een optimale omstandigheid om het ijzer op te nemen? Ja, dat is een hele goede vraag, want het ijzeropname gaat niet zo makkelijk. En het is gebleken uit onderzoek dat als er bijvoorbeeld vitamine C in aanwezig is en in wat zuurdere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld in zuurderange, dat dan de ijzeropname beter gaat dan wanneer je niet die zure omstandigheden met vitamine C hebt. Dus als ik mijn cornflakes eet, cornflakes in een bakje melk, en ik drink daar jus d'orange bij bijvoorbeeld, dan wordt dat beter opgenomen? Dat is ook weer een interessant voorbeeld. Met jus d'orange wel, met melk minder, omdat er dan een soort competitie ontstaat met de calcium die ook in melk zit. Dus dan krijg je een soort wedstrijd tussen de calcium en de ijzer wie door de darmwand mag. En hoezo? Dan gaat calcium winnen. De gekke eigenschap van cornflakes is volgens mij dat je dit met melk opeet. Ja. Ja. Dus je hebt er niks aan dan? Dan heb je er niks aan. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik zeer verbaasd ben. Dat had ik niet verwacht. Nou ja, als consument, als je niet weet dat dit niet wordt opgenomen, dan denk je misschien ook dat het wel helpt. Dus je hoeft er op zich niet verbaasd over te staan. Maar de informatie dat je dit dus niet opneemt, dat zullen de meeste mensen niet weten. Nou, maar ik dacht ook zelf, als ik me voor eens iets voor moet stellen bij ijzer in mijn voedsel, mm-hmm, dan denk ik niet dat dat een gemalen spijker. Dan denk ik niet dat dat een gemalen spijker is. Nee. Toch? Nee, dat denk ik eigenlijk ook niet. Nee. En dat blijkt hier nu toch weer wel zo te zijn. Ja. Helaas. Helaas. Gemalen ijzer, nee, dat mag niet inzitten. Dat weet ik wel zeker. 99% nee. Zeker wel. En mocht het zo zijn, dan wordt het uit de handel gehaald. Ja, je kan natuurlijk ook gewoon weer gaan ontbijten met een geroosterde boterham met appelstroop en een glaasje sinaasappelsap. Oh ja, kan dat ook? Ja. Ja, dat wist ik niet dat het ook kon. Nou, ik voel me een stuk beter. Ja, nou. Bedankt, hè. Neem je dit ook weer mee? Ja, dat kan ook. Deel 8 en 9 van de Keuringsdienst van Waarde. Met heel veel bonusmateriaal. Kijk op keuringsdienst.nl.